Hallo, dag jongens en meisjes. President Trump is wrong. De zomertijd gaat in. Informatie en vooral desinformatie zijn een krachtig wapen. Wat kan ik daarop zeggen? Moet dan maar kapot. Je présente mes excuses aux métis. Wanneer een paard en een ezel kweken, spreken we over een muilezel. Bij een Belg en een Congolees hebben we het over métissen. Maar hoe noemt je het nageslacht van een paling en een tijger? De palingstijger. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar en de preek op zondag is verdomme. Een mirakel. Shalomkes, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Een shitshow voor geestige geleerden en ranzige rakkers. Het is algemeen geweten dat ik geen grote globetrotter ben. Ik ben eigenlijk nog nooit buiten Brussel geweest. Dus wie beter dan ik om het internationaal nieuws te bespreken? We doen het deze week alfabetisch. We beginnen bij A, Amerika. C, not to go. It's weer de Russen, hè? Donald Trump heeft niet met Rusland samengespannen. De meerderheid van de wereldbevolking wist dit al. Maar goed, de minderheid zit op de rijers slaan, hè. Wie A zegt, zegt B. En wie B zegt, zegt Bouteflika. In Algerije, Frankrijk aan de andere kant van de Middellandse Zee, hebben ze de president afgezet. En dat was daar een feest. Proficiat Algerije, alweer een autoriteit minder. Je verdient dit. Bouteflika. 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 Dichter bij huis en nog steeds met een B was er de Brexit. Weet je nog 2 jaar geleden toen de Britten ja stemden? En nu blijft dat grapje maduren. Europees president Donald Tusk is bereid om een jaar uitstel toe te staan. Van uitstel komt afstel, kinderen. Dus ik verklaar de Brexit officieel dood. Het is mooi geweest. Nigel, Jeremy, Therese, ze verdienen allemaal de nominatie, maar de Oscar gaat toch wel naar de voorzitter. Hoe deze man het ook draaide. So the eyes have it, the eyes have it. Of keerde. So the nose have it, the nose have it. Toch raken de Engelsen er niet uit. Na de B komt C, heel goed kinderen. De C van Chicago. De stad van Barack Obama en Al Capone. De stad heeft voor het eerst een zwarte vrouw als burgemeester. Laura Lightfoot is een zwarte vrouw. Dat zijn 2 slachtofferpunten. Kan het nog beter? Ze is bovendien openlijk lesbisch. Amai, die vrouw is een groter slachtoffer dan Jussie Smollett. Laura Lightfoot kan enkel nog verslagen worden door een linkshandige gehandicapte moslima. Tenminste, als we nooit meer mensen beoordelen op de content of their character. Dit was het internationaal nieuws. De volgende keer beginnen we bij Denemarken. En dan nu nieuws uit onze buurt. De eindbaas, Dries van Langenhoven, zei over laatst... Speelt het u in? De Vlaamse leeuw op de maan of misschien zelfs op Mars? Dries wil een Vlaamse Marsbasis. Cool, maar is dit geen duur affaire? Waar gaan we het geld vandaan halen? 12 miljard aan transfers richting Wallonië. Dus, Walen buiten en wij naar Mars. Maar je zei toch zeker dat 12 miljard genoeg is, hè? Met dat bedrag kan je de NASA financieren. Dit hebben we even opgezocht en blijkt dat hij er 8 miljard naast zit. Kan het zijn dat we de eindbaas hier net op fake news hebben betrapt? Het zijn manifeste leugens. Dan was er ook nog nieuws over de omroep zelf. We hebben bij VRT Nieuws sinds vanmorgen een Instagram-kanaal. VRT heeft eindelijk begrepen dat er een leegte is tussen het journaal en Karbiet. Dus ze trekken naar Instagram met... Met nieuws voor jongeren. En zo willen ze hun indoctrinatiemachine verder olieën. Ik heb u wel dozen, VRT, maar heeft het kind ook een naam? Nieuws, nieuws, nieuws. Zelfs wat vindt dit een woord te veel. Verder met het slechte nieuws dan? Of het goede nieuws, afhankelijk van hoe dat je het bekijkt. Voor mij is het eigenlijk niet eens nieuws te noemen. Gert Verhulst zal na 30 jaar stoppen als Gertje van Samson. En wat een chance dat hem niet nog een jaartje gewacht heeft. Er zal een moment komen, als je ons op het podium zou zien, dat het een beetje zielig begint te worden. Ja, Gert, gewaart dit moment voor. Ja, ja. En dan nu paniek. In verband met de verkiezingen op 26 mei komt de staatsveiligheid met een waarschuwing. Wees op uw hoede, kinderen, want onze democratie ligt onder vuur. Juste analyse. De kans bestaat dat Rusland de verkiezingen beïnvloedt. Maar bestaat die kans niet altijd? Zijn we vergeten wat voor mannen die Russen zijn? Het Kremlin zou via eigen opgerichte mediakanalen valse nieuwsberichten kunnen verspreiden en zo bestaande tegenstellingen aanwakkeren. Dit is een fenomeen dat we ideologische subversie noemen. Wanneer je over verloop van tijd een ideologie naar voren schuift,
schuift door te infiltreren in wel bepaalde instellingen. Pak nu de scholen of de openbare omroep. Het is een heel marxistisch systeem. Men wil dus ons land verzwakken door het vertrouwen in de politiek en de media onderuit te halen. Laten we eerlijk zijn, het is de VRT zelf die het vertrouwen in de media heeft onderuit gehaald. En het zijn ook marxisten. Verslagen in uw eigen spel, VRT? We vroegen Donald Trump om zijn reactie. The most ridiculous thing I've ever heard. Ridiculous, en het is ook gewoon niet waar. To be honest, it's a shame that your president has had to go through this. Heb je mij net onderbroken? Fuck you, Trump. Biden 2020. Nu nog een woordje over klote internetplatformen. Klote internetplatformen zullen in de toekomst muzikanten en andere artiesten moeten vergoeden. Artikel 13 is erdoor, kinderen. Miguel Wiels zal wel content zijn, want zijn derde Ferrari komt eraan. Wij daarentegen hebben totaal geen reden om te juichen. Vergeet niet. Tegen deze wet was er veel protest. Met artikel 13 kan de VRT de preek tegenhouden. Ook al is dit transformatief werk en is copyright van een openbare omroep een legaal grijze zone. De EU zorgt dus voor meer macht aan de politiek correcte instellingen en minder aan uw kwartiermeester. Maar goed, gezien dat hier om een directief van de EU gaat, zal het ook wel nog een tijdje duren. Het Europees Parlement wil dat we pas in 2021 stoppen met het overschakelen naar zomertijd. Ik wil dat artikel 13 pas begint wanneer dat we aan 1 miljoen abonnees zitten. Dan koop ik mij ook een Ferrari. En als laatste nieuws van de week gaan we naar Vaguna en haar protestpubers. Want 2 weken geleden was dit het nieuws. Sinds een uur bezetten klimaatorganisaties de Wetstraat in Brussel. Ha, belt een flik. De Wetstraat is een neutrale zone. Je mag niet protesteren aan het parlement. En toch deden ze het omdat... Omdat daar dinsdag een stemming is die een aanpassing van de grondwet mogelijk moet maken. Oei oei, een grondwetswijziging. Dat gebeurt niet heel veel in dit hilarisch landje. En historisch gesproken gebeurt het enkel om Vlamingen te bevrijden van Waalse onderdrukking. Dus ik hield mijn hart al vast toen ik hoorde dat... Alle Franstalige partijen, ook de MR van premier Michel, voor de grondwetswijziging zijn. De Walen en ook de groene rakkers hebben het de hele tijd over 1 zinnetje. We passen de grondwet aan met 1 zin. 1 zinnetje, dat moet worden toegevoegd. En de grijze wolvin citeerde zelfs Bart de Wever. Eigenlijk hebben we 5 minuten politieke moed nodig. En ondertussen weet ik nog steeds niet wat dat ene zinnetje zou moeten zijn. Maar ik weet wel over welk artikel uit de grondwet ze het hebben. See? Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en milieugebonden aspecten. Het komt erop neer dat Vlaanderen zelf de baas is van de milieugebonden aspecten in Vlaanderen. Nu zou je kunnen zeggen, het klimaat stopt niet aan de taalgrens, maar Waals zeggenschap stopt daar wel. En weet je wie dat er ook geen zeggenschap heeft? Balouba de Zever. Die klimaatwet moet getekend worden, want dat is toch maar het begin? Van het einde. Ik vind Yayuna maar een flauw kind. Ze heeft duidelijk wel fans bij de VRT. Ze pushen zelfs fake news voor haar. En sinds zondagavond zijn enkele tientallen klimaatactivisten onafgebroken in Brussel. Ze hebben op straat geslapen. Nee, ze hebben in tenten geslapen, op het Troonplein, op yogamatjes van wel 100 euro. De VRT stuurde ook nog een tegenargument voor selfiecamera's om meer fake news te produceren. Een parkje vol tentjes, staan er een 100-tal. Een 100-tal tentjes, zijt ge zeker? Enkele tientallen klimaatactivisten in 100 tenten. En meneer Spaghetti kwam ook nog met dit fantastisch eufemisme. Het bekende paard, helemaal gedecoreerd. Gedecoreerd, zegt gij. Dit is gevandaliseerd. En waarom zegt je niet wie zijn standbeeld dat is? De hoofd van de ruiter, dat is bedekt. Ook al is het Leopold II, dit is nog steeds vandalisme. Ondertussen ben ik het klimaatgejank echt meer dan beu. Er komt geen grondwetswijziging, want daar hadden een 2/3 meerderheid van nodig. De veldslag daarvoor is vandaag dan wel gewonnen, de oorlog wordt overmorgen verloren. En ondertussen blijven de meisjes verder spijbelen op donderdag, maar ook daar komt stilaan een eind aan. Ze waren met beduidend minder dan de vorige weken. De politie telde zo'n 500 betogers. Het is nu eenmaal lente en er zijn veel schonere campings dan Brussel. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Gert was de zieligheid niet voor, maar dan die verbiest wel. 2. Rusland heeft de Instagram van de VRT gehackt. De pagina heet nu Njet Njet Njet. 3.
Het antwoord voor artikel 13 is een VPN, totdat dat ook verboden wordt. Hartelijk dank om te kijken naar deze klote show. Abonneer, like, deel en steun ons op alle manieren, of doe het niet. Het kan ons eigenlijk niet schelen. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met dit. Kakuna used wild kamperen. It's not very effective. Bouteflika. 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 De betogers eisen dat hij meteen opstapt. Fantastisch!